een nieuw hoofdstuk om samen naar de toekomst te kijken op het gebied van investeringen. Zo ziet financiënminister Stanley Raghubarsingh de ondertekening van het belastingverdrag Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curaçao en Suriname dat vandaag plaatsvond. De bewindsman stelt verder dat de ondertekening geschiedt op de historische datum van 1 juli die Suriname en Curaçao en Nederland gemeen hebben. Ook voor het Koninkrijk der Nederlanden 1 juli is een historische datum en één waarop we doorgaans terugkijken. En die datum van vandaag en dat verdrag tekenen vandaag geeft ons de gelegenheid om een nieuw hoofdstuk te schrijven dat naar de toekomst gaat kijken. En dat de goede band die bestaat tussen onze beide landen, tussen die drie landen, dat die goede band een nieuwe dimensie krijgt. Raghubarsingh geeft verder aan dat het gaat om een verdrag om de landen verder onderling aan te vullen met expertise. Minister Javier Silvania van Financiën van Curaçao gelooft dat het makkelijker wordt om te investeren in beide landen. De investeerder wil van tevoren weten welk land die belasting moet betalen. Dus je wil voorkomen dat de investeerder in beide landen belasting moet betalen of in geen van beide landen belasting betaalt. Dus als je een belastingverdrag hebt dan met Suriname, dan is het verdrag geregeld wie belasting moet betalen, waarover en wanneer. En dat geeft duidelijkheid en zekerheid voor investeerders. Germaine Request, voorzitter van de Taskforce Belastingverdragen Curaçao, meldt dat er ook gesprekken lopen met andere landen voor samenwerkingen. Volgens directeur der Belasting in Suriname, Marita Weinerman, is het de bedoeling om te komen tot een goede manier om informatieuitwisseling te bewerkstelligen.